Ik ben hier aan de lijn met Axel Miller van het bedrijf Hello Law, die mij bijstaat in mijn juridische procedure die ik heb op dit ogenblik met de staat. Want op 10 en 16 oktober werd ik aangehouden door de politie. Ik reed op de snelweg, ik reed perfect op de snelweg, hij reed rustig, kalm. Ik zat op de rechterbaan en er was ook helemaal niets aan de hand met het sturen, maar ik zat wel in de autopilot mode en ik heb de telefoon in handen. En de politie heeft me toen zeg maar aangehouden en ik heb een bekeuring gekregen. Die heb ik uiteindelijk geprotesteerd en die heb ik uiteindelijk ook moeten betalen in afwachting voor de rechter. Want daar willen we het oordeel van hebben. Axel, wat is de situatie nu? Wanneer ga ik die rechter zien? Ja, klopt helemaal, Vincent. We hebben een uitnodiging gekregen. Je ligt hier. We mogen op donderdag 13 september om 9:30 het verhaal gaan doen bij de rechter. Ach, nou leuk. Kan er ook iedereen bij aanwezig zijn? Dus iedere journalist en iedere participant die dat interessant vindt? Hoeveel mensen zeker, kunnen erin? Zeker. Rechtszittingen zijn openbaar. Dat is dus hier niet anders. Dus ja, daar kan iedereen bij zijn. Ja. Oké, dus ik zou het hartstikke leuk vinden als al mijn vrienden en iedereen die geïnteresseerd is in deze case van... Als je op een gegeven moment op autopilot rijdt en je rijdt hartstikke veilig, mag je dan inderdaad je telefoon gebruiken. Want wat is onze verdediging daartegen? Wat is wat wij naar voren gaan brengen daar, Axel? Want dat heb jij eigenlijk gewoon verzonnen. Ja, nou ja, de verdediging is eigenlijk ook tijdens hetzelfde. Hè. Daar zijn we ook mee begonnen. We hebben in eerste instantie tegen de officier van justitie ook gezegd. Nou ja, goed, we hebben hier te maken met een nieuwe situatie. We hebben een verouderde strafbepaling. En ja, goed. In die strafbepaling staat dat op het moment dat jij de feitelijk bestuurder bent, dat jij geen telefoon mag vasthouden. En nou, wij zijn van mening dat jij geen feitelijk bestuurder bent. Enerzijds omdat de software het voertuig bestuurt. Om te kijken naar vergelijkende zaken. Nou ja, hè, zo is er bijvoorbeeld over rijinstructeurs ook nodig te doen. Maar een rijinstructeur mag dus wel op zijn mobiele telefoon zitten. Is, zeer recent heeft het Gerechtshof Arnhem Leeuwarden zich daar nog over uitgelaten. Dat toch echt wat mag en dat de wetgever er bewust voor heeft gekozen om dat niet uit te sluiten. Aha. Ja, en het idee is eigenlijk van een rijinstructeur is verantwoordelijk voor het voertuig, die is verantwoordelijk voor de bestuurder en dus die is 100% aansprakelijk, maar omdat er gewoon de software, omdat een persoon die zeg maar leert rijden, die rijdt en de andere persoon houdt het in de gaten, mag hij het wel gebruiken. En dat is eigenlijk als een soort voorloper van dat er eigenlijk op een gegeven moment wetgeving moet komen. Dat als jij op een gegeven moment een auto hebt met een autopilot die op een veilige situatie, waar die op voor bedoeld is, op de snelweg, op de rechterbaan, in een hele overzichtelijke situatie, dat er dan andere wetgeving moet komen. En we hebben ook in dat document, wat ik hieronder als linkje zal toevoegen, waar ons bezwaarschrift in zit en waar ik nu een beetje doorheen scroll, hebben wij ook gewoon aangegeven dat er allerlei onderzoeken zijn dat de hoeveelheid kilometers die met autopilot worden gereden, dat die eigenlijk veel veiliger zijn dan algemeen. En ook een onderzoek dat 50% van de Nederlanders regelmatig de smartphone gebruikt in het verkeer. Wat echt, en die hebben geen autopilot, dat eigenlijk een veel gevaarlijker situatie is. En dat die hele regelgeving, one size fits all, dat aangepast moet worden aan de eisen van deze tijd. Dat zal ons verweer zijn. Ja, klopt. Helemaal. En ja goed, in eerste instantie is er door de officier alleen tegen ingebracht van dat hij van mening is dat je wel degelijk een bestuurder bent. Ja. Maar dan gaat hij wat mij betreft voorbij aan de wetsgeschiedenis. En daarom dat we het ook aan de kantonrechter willen voorleggen. Ja, oké. Okay. Kan zo'n rechter, een rechter mag hij wet maken, mag hij wet interpreteren volgens de nieuwe situatie? Wat is de vrijheid die zo'n rechter heeft? Nee, in principe mag een rechter geen nieuwe wetten maken. Dat is uitdrukkelijk voorbehouden aan de wetgever. Terwijl aan Montesquieu te danken, die het allemaal strikt gescheiden houden. In principe ziet de rechter er puur alleen op toe dat de wet ook wordt nageleefd. En of het inderdaad op de juiste gevallen van toepassing wordt gegeven. Nou ja, in dit geval is het dus de vraag of inderdaad wat jij gedaan hebt onder die strafbepaling te scharen valt. Ja, dus in ieder geval, hij mag geen nieuwe wetgeving maken, maar hij kan wel een interpretatie geven, jurisprudentie zeg maar daarover geven. En eigenlijk zeggen van, ja, deze wet die past eigenlijk niet meer op deze nieuwe situatie. Dat zou de vrijheid kunnen zijn van een kantonrechter. Om te zeggen van jongens, hier moet de wetgever bijvoorbeeld een update van maken. Of wat voor dingen kunnen we daarin verwachten? Hij kan dat concluderen. Hij kan inderdaad zeggen van ja goed, we hebben hier te maken met discrepantie. Maar hij moet de wet beoordelen naar de letter zoals die nu is. En met de bedoeling zoals die tot stand is gekomen in 2002. En met die gedachte zou hij jouw geval nu moeten gaan beoordelen. En bepalen of dat dus inderdaad onder de rijkwijd ervan valt. Ja, dus de uitkomst zou enerzijds kunnen zijn van
meneer Evert, u heeft volkomen gelijk. Die wetgeving die past hier niet op deze situatie. Dat is één uitkomst, dat zou het mooiste voor ons zijn. Tweede, zou de kantonrechter kunnen zeggen, ja, ik snap uw punt. En die wetgeving is inderdaad niet ingesteld op die autopilot. Maar zoals het nu zit in de letter van de wet, kan ik alleen maar gewoon de letter van de wet toepassen. En zult u toch gewoon deze bekeuring moeten betalen. Dat heb ik al betaald trouwens, dus dat is... Die wordt dan verbeurdklaard. En ten derde kan hij gewoon zeggen van, sorry, u bent gewoon bestuurder en klaar daarmee. Ja, dat kan. Ja, dat zijn inderdaad allemaal mogelijke uitkomsten. Het gaat als volgt. Hij kan ofwel op die zitting, dus die 13 september, zelf nog uitspraak doen. Hè, dus mondeling dat hij aangeeft wat hij ervan vindt en wat hij ermee doet. Het kan ook zijn dat hij toch even schriftelijk nog op papier wil zetten. En dan heeft hij daar nog 2 weken de tijd voor. Of ja. Zijn. Ja. Hoe zit dat... wie mag het woord voeren? Mag ik zelf ook gewoon het woord voeren op zo'n, tegen zo'n rechter? Ja, inderdaad. Het woord. Ik zal denk ik nog wel aan jou van vragen. Ook, ja, goed, hoe heb jij dat moment beleefd? Wat was je op dat moment aan het doen? En hoe... ik zal daar logisch gaan voeren. Daarnaast is het zo dat je ook eventuele getuigen innemen. Dat niet relevant. En ook nog deskundigen. Oh ja, oké. Okay. Dus in ieder geval, wij moeten dus gewoon even uitvogelen. Ik zal het even overnieuw doen, want je viel even weg. Dus eventjes van, hoe zit dat op zo'n rechtszaak? Oké. Hoe zit dat op die rechtszaak? Mag ik zelf ook het woord voeren? Ja, zeker. Dat zal ook zeer op prijs gesteld worden. Daarom wordt dat ook opgeroepen, het schrijven, om jouw zienswijze te gaan geven. De rechter zal jou zeker vragen stellen van, ja, wat is nou precies gebeurd? Wat heb je op dat moment gedaan? En wat vind je daar nou eigenlijk zelf van? Ja, uiteraard zal ik ook het woord gaan voeren. En je kunt dus eventueel ook nog getuigen meenemen. Nu is dat in dit geval niet zo relevant, denk ik. Maar mogelijkerwijs dat we nog een deskundige zouden mee kunnen nemen. Nou, ik kan toch een getuige meenemen die zegt van... Hey, die onderzoeken die wij aanhalen, een of andere professor of zo... Die zou ik dus kunnen aanhalen en zeggen van... Professor, zou je kunnen zeggen dat inderdaad zo'n autopilot van Tesla... Dat onderzoek inderdaad ook echt veel veiliger is dan een gewone auto... En als je kijkt naar het aantal miljarden kilometers, want het enige, hè, er komen allemaal dingen in het nieuws over autopilot problemen met Tesla. Maar als je dat afzet tegen het aantal miljarden kilometers dat ermee gereden wordt, dat eigenlijk veel veiliger is. Dan zou ik toch gewoon een of andere professor die in de verkeersveiligheid zit of een of andere of iemand die daar iets van af weet, die zou ik gewoon mee kunnen nemen. Zeker, ja, nee, absoluut. Dat is dan geen getuige, hè, want een getuige is iemand die het gezien heeft en die erbij is geweest. Nou, een deskundige kun je dus meenemen. Dat kan inderdaad zo'n professor zijn. Het kan ook Elon Musk zijn. Wie je maar wil. Iemand die er verstand van heeft. Die zou daar mee kunnen komen en zijn verhaal naar voren kunnen brengen. Oh ja, dus ik zou ook nog even een brief kunnen schrijven naar Elon Musk. En vragen of hij aanwezig wil zijn in Nederland. Bij mijn rechtszaak. Ja. Of iemand van Tesla. Die zou dus in ieder geval... Dus een deskundige professor van de verkeersveiligheid... En mensen die deskundig zijn op het gebied van autopilot, hoe veilig dat eigenlijk is. En ik zou inderdaad ook gewoon iemand die zo'n onderzoek heeft gedaan, zou kunnen aanhalen, zeg maar. Mag je dat ook, als zo iemand in Amerika woont en ik heb een videootje van 2 minuten waarin zo'n deskundige dat, zeg maar, aangeeft. Die zou ik ook gewoon kunnen doen. Dat zou ik een videootje kunnen laten zien, zeg. Is er moet dat binnen 10 minuten klaar zijn, zo'n case? Of wordt daar gewoon, als ik dat aangeef, we geven aan, we willen die en die en die persoon ondervragen en die en die persoon als expert, meenemen. En ik wil bijvoorbeeld ook de politieagent wil ik graag erbij hebben. Want ik wil graag dat de politieagent verklaart, dat heb ik mondeling met hem besproken, dat ik heel veilig reed. Dat hij dus niet gewoon mij zwalkend aantrof op de snelweg, maar dat hij mij gewoon aantrof, heel veilig rijdend, heel rustig, heel kalm, en dat er geen enkel gevaar was voor de omstandigheden. Kan ik dat ook aanvragen, dat die politieagent daarbij aanwezig is? Of één van de twee? De politieagent is dan dus eigenlijk getuige, want die heeft het gezien en die heeft jou daarvoor bekeurd, maar die kan inderdaad daarbij zijn. Je kunt hem ook vragen of hij zijn verhaal op papier wil zetten, en dat we dat in de procedure inbrengen, dat is ook een mogelijkheid. Ja, nou in ieder geval, het lijkt me leuker als hij zelf aanwezig is. Ik bedoel, dat kost wat een uurtje tijd, maar kunnen wij dat gewoon... Dan moeten wij dan gewoon nu een brief schrijven op die uitnodiging dat we graag daar gebruik van maken en dat we graag die politieagent willen hebben. Dat moet aan de officier van justitie of moeten wij daar direct naar de politie gaan of hoe werkt dat? In de oproepingsbrief staat eigenlijk niet eens zozeer dat per se aangekondigd hoeft te worden. Maar het lijkt me wel verstandig om dat nog even aan de rechtbank te communiceren. Maar anders is die politieagent dat toch niet? Die is niet aanwezig als wij hem niet uitnodigen.
Nee, in beginsel niet, nee. Nee, dus we gaan die politieagent uitnodigen. We kunnen ook het dossier nog gaan inzien. Hè? Daar zijn we ook voor uitgenodigd. Tot een week voor de zitting kun je het dossier inzien. Ja. Zien wat aan verklaringen ligt eigenlijk, omtrent wat er gebeurd is. Daar zal wel een verklaring van hem in zitten. Oké. Okay. Zouden wij ook inzicht kunnen krijgen in de bekeuringen die gegeven zijn op zo'n, in zo'n specifieke situatie? Dat mensen met autopilot zijn bekeurd? Dat is denk ik eerder een onderzoek dat je zelf zou moeten doen. Op basis van jurisprudentie en hoe daarmee omgegaan wordt. Maar naar mijn weten is dit nog niet eerder aan de kantonrechter voorgelegd. Nee, maar zouden we dus in ieder geval 13 september zien we elkaar. We gaan dan, jij gaat het, de juridische verdediging uitleggen. Ik zal zorgen dat uitgelegd wordt over de hoeveelheid fouten die gemaakt worden met autopilot. En dat het aantal kilometers dat daarmee gereden is veiliger is eigenlijk. Dat het aantal ongelukken minder is dan gewoon. Dan met aan mensen die met hun handen aan de auto zitten. En dat ik vind dat inderdaad die recht, dat die wetten niet meer geldig zijn, niet meer actueel zijn en veranderd moeten worden. En dan kijken we wat ze daarop gaan vertellen. Je zei, de rechter kan meteen uitspraak doen. Of de rechter die kan, of die kan 2 weken wachten of zo op een uitspraak. Ja, precies. In ieder geval 2 weken, ja. Oké. Nou, 2 weken moet het zijn, ja. Mooi. Ja, jij werkt bij, nog even over Hello Law. Jij werkt bij Hello Law en ik heb bij jou zo'n abonnement afgesloten. Hoe werkt dat bij jullie? Vertel even hoe groot dat bedrijf is, hoeveel mensen er werken en voor wie dit bedoeld is. Want ik vind het wel heel leuk hoe ik zo geholpen word. Ja, nou ja, het zijn particulieren en ondernemers. Ze kunnen zich dus inderdaad op basis van een lidmaatschap bij ons aanmelden. Het is eigenlijk een soort juridisch platform waarin we op verschillende wijze juridische ondersteuning bieden. Bijvoorbeeld brieven. Ja, je kunt telefoontjes. Je kunt via Facebook contact opnemen, via WhatsApp. Allemaal voor vragen en direct een antwoord op basis van dat lidmaatschap. Nou, je kunt ook op het moment dat jij echt een zaak hebt, zoals jij nu. Hè, dus de zaak in behandeling geven, dan gaan we met jou naar de rechtbank. En gaan we eventueel, als het nodig is, daar uitvechten. En we hebben ook een heel netwerk van advocaten dat bij ons aangesloten is. Dus we hebben eigenlijk voor ieder probleem, ieder rechtsgebied, kunnen we iedereen helpen op het moment dat hij zich bij ons aansluit. We zijn op dit moment ongeveer met 30 tot 40 juristen hier aan het werk in Maastricht. En we opereren landelijk. Ja. En jullie zijn ook, geloof ik, internationaal aan het gaan, hè? Ja, we zijn inderdaad ook bezig met start-ups in andere landen. We proberen het inderdaad ook daarop te gaan zetten, het juridische platform idee, hè, en de legal tech business wat daarachter zit. Italië, Frankrijk, België, daar kun je aan denken. En ook daar worden nu de eerste voet aan de aarde gezet. Ja, nou, het is in ieder geval heel erg handig, want jullie gebruiken WhatsApp, je gebruikt e-mail, je reageert snel, je bent gewoon echt een online support. Hey, en wat kost zo'n abonnement voor een particulier eigenlijk? Ja, nou dat is €55 per jaar. Voor een heel jaar lang ben je dan lid. En kun je dus ieder moment dat jij een juridische vraag hebt, kun je bellen en kun je het voorleggen. Krijg je ook direct antwoord. Ja, en voor een ondernemer? Ja, een ondernemer die is iets duurder. Het abonnement dat is €249 per jaar. Dat het vaak complexere vraagstukken zijn. Ja, dus 1 uur van een advocaat, dan ben je gewoon meer kwijt. Dus wat dat betreft is dat gewoon een heel handig. En het is ook leuk en ook interessant ook hoe jij mij geholpen hebt om mijn probleem of mijn issue, om dat ook in juridische vorm te geven. Dus dat werkt gewoon hartstikke mooi. Nou, we gaan er in ieder geval iets nuttigs van maken. Ik zal even kijken of ik een Tweede Kamerlid kan meekrijgen. Dat hij kan zien van, hey, dat die wetgeving echt aangepast moet worden. Want dat is echt iets, dat gaat gewoon in de komende jaren alleen maar erger worden. Nu is het nog een uitzondering, maar straks wordt het gewoon standaard. En dan moeten we daar nieuwe regels voor verzinnen. Ook omdat echt rijden met een smartphone in de hand ongelooflijk gevaarlijk is. Ik bedoel, ik wil dat ook even zeggen. Als je een smartphone in de handen hebt, het is belachelijk. Maar als je een automaat hebt, die eigenlijk een robot die voor je rijdt, dat een heel andere situatie is. Oké, Axel, wij zien elkaar in Utrecht op 13 september bij de rechtbank. Dankjewel. Goed, hartelijk contact. Dag.